dat vind ik plezant. Dat heb ik in mijn schetsboeken gemaakt. Dat zijn appartementen van de biekes. Als je dat ziet, dan heb je voor bijen, dus bijenkorven. In alle kleuren. In feite is dat prachtig, hè? Iedereen kent Herman de Wit uit Goik als de bezieler van volksmuziekgroep Klikske, als internationaal gereputeerde instrumentenbouwer en als organisator van festivals, volksmuziekstages en nog zoveel meer. Maar minder bekend is dat deze onvermoeibare creatieve duizendpoot ook een begenadigd tekenaar en aquarellist is. In Goik wordt vanavond het boek Goik in kleur en klank voorgesteld. Een hommage van Herman aan zijn dorp in tientallen fraaie prenten, soms voorzien van korte handgeschreven commentaren. Mijn kinderdroom was altijd, en dat is dus echt waar, van als ik 7, 8 jaar was, wou ik artiest worden, van mijn kunst te kunnen leven. En dat kon niet van mijn vader. Ik mocht niet naar de academie gaan, ik mocht niet naar Sint-Lucas gaan. Ik heb dat toch voor een deel kunnen doen, niet lang, maar toch een beetje. Maar dat tekenen en schilderen is achterwege gebleven door de muziek die voorrang kreeg. Maar hoe lang is het geleden? Ik denk 8, 9 jaar geleden zijn wij met de vrienden van de stages hier. Er zitten veel muzikanten die tekenen en schilderen. En we hebben gezegd, willen we samenkomen om af en toe eens te cabareleren. En sindsdien zijn we dat blijven doen. Maandelijks komen wij samen met de vak. Zo hebben we dat genoemd. De Free Flemish Watercolor Association. Dat is zever, maar dat betekent alleen maar de vrije aquarellistenkring. Zo simpel is dat. Eigenlijk 5 jaar terug heb ik gezegd, moest ik nu in plaats van overal waar ik ga spelen, maak ik schetsen in mijn schetsboeken en zo. En aquarel, moest ik nu in Goik ook een keer alles wat ik tof vind of lelijk vind, beginnen te tekenen of een pentekening maken of een aquarel maken, om het even in welk medium. En als ik er genoeg heb, gaan we zien dat we dat kunnen publiceren. En zo is dat dus uitgegroeid tot pakweg 300 aquarellen, denk ik, en tekeningen. Bij het boek zit ook een cd, want de titel luidt niet voor niets, Goik in kleur en klank. Dat heeft ermee te maken dat wij in Goik toch wel, zonder pretentie, maar dat is een uniek volksinstrumentenmuseum, het enige met Vlaamse volksinstrumenten ter wereld. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb van elk type instrument 1 of 2 getekend en geaquarelleerd, die toegelicht, doedelzak, dat zit zo, dat werkt zo, niet veel, 2, 3 lijntjes. Dus we hebben instrumenten vroeger al nagemaakt. En we hebben daar een cd met Klikske mee gemaakt. Dat je ze kunt zien in het boek en ook kunt luisteren op de cd die in het boek zit. Hier heb ik opgezwezen. Miljarden, miljarden. Wow. Dat is een moderne kerk van Strijland. Ik heb die 4 of 5 keer gedaan. Ik kreeg dat spel niet goed, hè. Ik dacht, ik moet een keer meer naar de mis gaan, maar het zou toch niet helpen. Goik in kleur en klank is een uitgave van de Heemkundige Kring van Goik. In de schuur van gemeenschapscentrum De Kam kan u 3 weekends lang gaan kijken naar een ruime selectie van de aquarellen en tekeningen van Herman de Wit.